doen. Maar toen Automaatje eenmaal begon te lopen, ze zijn nu erg, ja, heel erg druk. En we zijn nu bezig om nieuwe mensen in te werken, zodat we met twee mensen 's ochtends aan die balie kunnen zitten om een aantal aanvragen te verwerken. Inmiddels hebben we, sinds we zijn ongeveer een, 4 weken zijn we bezig, en we hebben inmiddels een meer dan 200 ritjes gedaan. Dus dat geeft me aan hoeveel belangstelling dat er eigenlijk is. En hoe belangrijk eigenlijk vervoer ook is om mensen om ergens naartoe te komen. Daarvan natuurlijk is ook dit project weer een mooi voorbeeld van mensen naar buiten kunnen zijn. Dat kan nog niet. Maar door dit project moet dat ook kunnen. Dat is ook een maatje en onderdeel van natuurlijk. Zo dadelijk het samenrijdenspunt ook. Wij als uitdaging waren, of als vrijwilligerspunt, waren nooit aan dit project begonnen. We waren niet dat er een aantal maanden geleden Elze bij me kwam met een verhaal. En ja, ik vond eigenlijk zo'n goed plan, zo'n goed idee van als dat ene niet lukt, maar we gaan er wel zorgen dat het voor elkaar komt. Het past helemaal bij mijn gevoel van morgen. Vooral ben ik heel erg trots. Trots op jullie. Want ik kan wat roepen, ik kan wat vinden, maar als de samenleving het niet oppakt, kan het niet. Ik was in juni op de supportbeurs in Utrecht, voor mezelf, en daar zei iemand van: doe je wel eens iets voor een goed doel, ben je ergens vrijwilliger voor? Ja, dat ben ik. En voor die fietsvierdaagse vroeg ik geld, zodat mensen met een beperking mee konden doen met die fietsvierdaagse. Dat werd gehonoreerd. Eerst zei jij nog even 2 minuten pitchen. Nou goed, ga ik 2 minuten pitchen. 2 minuten pitchen, en toen zei ik op het einde, ik reed het podium al af, van 2 minuten is maar 2 minuten. Als jullie die 1000 euro geven, dan ga ik zorgen dat die fietsuitleen er komt. En toen reden we terug naar huis en toen dacht ik, wat heb ik gezegd? Ik had wel 500 euro voor de fietsvierdaagse, zadelde daar, toen stond onze routemakers met een probleem op. Want ja, dan moet je aangepaste routes hebben. Nou, wat heb ik nou gezegd? Want ja, dat kan ik helemaal niet alleen. Toen werd ik genomineerd voor de Venus van Milo. Ik dacht, ja, dat is een heel leuk bedacht, maar dat kan ik helemaal niet alleen. Toen was er gelukkig iemand die zei van, ik ga mijn handtekeningen verzamelen. Toen werd het de bronzen Venus van Milo, maar ondertussen inderdaad met Harry al kort gesloten. Ja, eigenlijk moet die fietsuitleen er gewoon komen, of ik nou die prijs win of niet. Want als je zoveel handtekeningen ophaalt voor die 10.000 euro, dan weet je ook dat dit leeft in Winterswijk. En als je dan A hebt gezegd, dan moet je ook maar B zeggen. Gelukkig woon ik in Winterswijk. En Winterswijk liet zich van zijn beste kant zien. Samen de schouders eronder. Gemeenschapszin in de breedste zin van het woord. Dat is echt Winterswijk op zijn best. En ja, iemand zei, hoe kom je erop? Op zo'n fiets alleen. Hoe lang bedenk je dat nou? Het is niet omdat ik in een rolstoel zit af en toe, want ik kan nog fietsen. Daar ben ik heel blij mee. Het is wel omdat ik fietsen heel erg belangrijk vind. Omdat ik het belangrijk vind dat je mee kunt doen met de samenleving en dat je ook mee doet. Ieder met zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen manier. En naar buiten gaan is gezond, het verzet is in, je waait lekker uit, je frist op en de natuur in Winterswijk is prachtig. Ja, daar moet je gewoon van kunnen genieten. En als ik dat kan met mijn hulpmiddelen en met mijn fiets, ja, ik gun dat iedereen. Dus vandaar, zo kwam ik eigenlijk op het idee. En ja, daarom een heel groot woord van dank aan alle Winterswijkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Harry. Het is fijn dat ik uitgenodigd ben om het samenrijderspunt te kunnen openen. Het samenrijderspunt is natuurlijk een prachtig initiatief voor mensen die niet meer alleen zelfstandig kunnen fietsen. En wat de gemeente Winterswijk betreft is het ook erg belangrijk, wat Elze zelf ook al zei, meedoen. Meedoen in de samenleving. Dat je het gevoel hebt dat je erbij hoort en dat je gewoon kunt genieten van een moment en van een dag, van een fietstocht. Het moet toch eigenlijk ook voor iedereen goed bereikbaar zijn. Vandaar dat dit ook echt een heel hartverwarmend initiatief is en ook prachtig om te zien dat dit echt door de Winterswijkers wordt gedragen en ook door de Winterswijkse samenleving mogelijk wordt gemaakt. Elze heeft al een prachtige toespraak gehouden. Ik wil haar toch nog wel even hartelijk bedanken voor hetgeen zij in gang heeft gezet. Dat we daar vandaag op dit moment, eigenlijk 9 maanden nadat zij het zaadje heeft geplant, 9 maanden later, hoe mooi kan het zijn? Hè, is het kindje er? Is dat zo? Ja. Dus ik wil iedereen heel veel fietsplezier wensen. Ik wil jullie met z'n allen ontzettend veel
plezier wensen, dat je maar veel gebruik kan maken van dit prachtige initiatief. Heel veel succes allemaal. En dank je wel dat dit ook door de Winterswijkse samenleving is mogelijk gemaakt. Dank je wel. Hoe doe ik dat onze wethouder gaat fietsen? Als we zo kunnen. Het beste staan we wel. Ja, kijk je even deze kant op? Oh, we moeten deze kant op kijken. Allebei. Rembrandt bij mij. Ja, zie ja. Voor jou? Voor het eerste ritje? Oh, wat een keer. Dank u wel. Goed, er maar wel een handleiding bij doen. Er is een handleiding bij. Oh, die moet je van de hand in af. Pas op, pas op. Niet te hard met de bocht, hè? Niet te hard, we gaan dadelijk om in de heen en we komen zo terug. Prima. Doe de volgende mensen op de pas op. Niks mee te maken, dat gaat puur met uitleg. Maar ik kan meegeven.